Zo, lekker druk aan tafel hebben we graag. Eergisteren was het de première van een nieuwe film van Stijn Konings. Met in de hoofdrol een liedje. Dit. Mi sono innamorato di Marina. Herkent u het? Juist, het nummer Marina van Rocco Granata. De aandacht voor film en muziek is groot en heeft een interessante bijdiscussie aangewakkerd. Want de naam Marina is volgens Woordenboek van Dalen een ordinair meisje. En dat vinden de echte Marina's zeer ongepast. Schrappen die handel, luidt het in koor. Wel, ze krijgen nu de kans om hun slag thuis te halen. Want in de studio Ruud Hendricks, hoofdredacteur van Van Dalen, en twee Marina's, Abt en Van Elewijk. Dames, welkom. Marina, U wil dat schrappen uit het woordenboek. Absoluut. Waarom precies? Ik vind het een zeer negatieve connotatie wat er staat, ordinair meisje. Ik voel mij geen ordinair meisje en de Marina's die ik gekend heb of nog ken, die vind ik ook absoluut niet ordinair. Oké. U heet officieel Marina, maar u gaat door het leven met de naam Mina. Om die reden? Jazeker. Ik moet zeggen, ik kom uit een andere periode dan Marina. En in mijn periode was dat dus de volle uitbarsting natuurlijk. En dat werd als scheldwoord gebruikt? Dat werd toen als scheldwoord gebruikt. En ik vind het vooral zeer erg ook voor de ouders die kozen voor die naam. En die daar totaal niks mee te maken hadden. En dat is zeer kwetsend geweest. Dat, dat gaf van cv's die niet terugkwamen tot als ik de naam Mina begon te gebruiken. Oké. Meneer Hendricks, u bent verantwoordelijk voor die vandalen. Schrappen, ja of nee? Nee. Dat is heel duidelijk. Bon, we hebben het over een cliché, de Marina. Maar wie is ze? Wat doet ze en vooral wat drijft haar? Sven. Hey, Pieter. Sven. Zeg eens, wat is een Marina volgens jou? Volgens mij. Marina is een figuur uit een subcultuur uit begin jaren 90. Een beetje gerelateerd aan de housemuziek en zo. Een beetje het aanhangsel van een Johnny. Een stoere gast in een dikke bak of zo, of op een scooterke. Is een Marina een ordinair meisje? Goh, misschien wordt ze vaak door andere mensen zo gezien, maar ik denk dat ze zichzelf niet noodzakelijk ordinair vindt. Ik zou zelfs denken dat een Marina zich heel goed voelt in haar vel. Vandaar dat ze zich zo opzichtig kleedt. Zullen we een keer proberen een Marina te maken? Absoluut, ja. Oké, super. Ja, met plezier. Pieter, ik stel je voor aan Nazrin van M&M. Hallo. Hallo. En zij mag straks Marina worden. Ja. Alright, straks. Ik denk nu. Ja, ik denk dat we dan gaan beginnen. Nazrin, hoe ben je zelf een Marina geweest in jouw tijd? Nee, ik was een skater. Oké. Zou ik echt nog niet naar de bakker durven gaan? Ik mis nog iets roos. Die roze sneakers. Wat denk je, Pieter? We zijn er nog niet. Je mag die zebra-legging eens proberen. Hier gaan we. Pieter, volgens mij is dit de Marina zoals ze vroeger en nu zou kunnen geweest zijn. Ze is zeer representatief. Ja. Ja. Van mij mag ze zo naar de kapper. Fabio, wat is een Marina-kapsel? Het wordt vooral getypeerd door heel geblondeerd haar. Vroeger had je ook die grote, dikke kuiven en zowel volume daarin, veel lak. En cheap, hè? Is het een kapsel dat nog vaak wordt gevraagd? Bij ons alleszins niet meer, maar ik kan me wel voorstellen dat er toch nog veel kapsalons zijn waar dat het wel gebeurt. Blonderen, dat gaan we Nazrin niet aandoen. Maar zo'n kuif en wat extra volume. Dat gaan we zeker doen, hè? Oké, super. Hoe hoog ga je gaan met mijn huis? Ik vind 20 centimeter altijd een goed streefdoel. Hier is ze dan, de Marina anno 2013. Better. Zeg, ik moet nu echt wel naar de Johnny, want hij is aan het wachten op zijn Camino. Ja, we kunnen er natuurlijk eens om lachen, Ruud, Mina en Marina. Maar de discussie is best wel serieus. Mensen worden gestigmatiseerd door de beschrijving in Van Dalen. En u zegt resoluut nee tegen schrappen. Nee.
je uitgangspunt is verkeerd. Mensen worden niet gestigmatiseerd door de omschrijving in Van Dalen. Mensen stigmatiseren andere mensen en Van Dalen schrijft die betekenis op. Mm-hmm. We hebben dat ook in het filmpje gezien. Ze hebben aan de stylist gevraagd wat is een marina en die kan dat perfect definiëren. Ja. Dus dat is een betekenis die leeft en een woordenboek neemt betekenissen op. Mina, je schiet op de boodschapper, niet op de boodschap. Ik kan daar gerust in komen dat in Van Dalen staat tot daaraan toe, maar dat het dan in cursussen opgenomen wordt aan universiteiten, mm-hmm. zoals in een cursus van Mark Elgar dus, waarin dat, dat zodanig gestigmatiseerd wordt en waar dat je van weet dat mensen dat politologie of sociologie, mm-hmm. dat die waarschijnlijk aan human resources terechtkomen. Mm-hmm. En dat die dan, als ze de naam Marina op een cv tegenkomen, dat die al met serieuze vragen zitten. Dat en, is dus ja. eigenlijk wel leerstof uit het eerste jaar sociologie. Zelf meegemaakt in de aula. Fantastisch, toch? En dus zou Van Dalen eigenlijk een goed voorbeeld kunnen zijn als jullie het schrappen, dan misschien ook in de cursus en dan misschien later ook gewoon in de maatschappij. Maar zo werkt het niet. Want dan zeg je, het is het woordenboek dat de taal bepaalt. En dat is het niet. Mm-hmm. He, het zijn de taalgebruikers die de taal bepalen. En een woordenboek probeert die betekenis, zoals mensen die gebruiken, te beschrijven. Zou het iets veranderen, Marina, voor jou, als het in Van Dalen zou geschrapt zijn? De betekenis verandert toch niet voor de mensen? De betekenis verandert inderdaad niet. Maar ik was heel verbaasd 3 weken geleden te horen dat mijn naam in het woordenboek stond. Maar ik was nog veel verbazer toen men zei dat dat betekende ordinair meisje. Ik had echt zoiets van, wow, dit is echt wel heftig. Ik bedoel, ja, ik ben van een andere generatie dan Mina. Mm-hmm. Maar in mijn periode werd dat echt zo voorgesteld als die blonde dame. Mm-hmm. Del wil ik het nog niet noemen, maar gerelateerd aan een Johnny, de man met het hemd open tot aan de nagelenbuik. Het staat sinds 1999 in Van Dalen, als ik het goed heb. Zou kunnen, ja. Zoiets, hè? Ja. Nu, de betekenis ervoor was er. Waarom dan pas vanaf 1999? Wel, omdat betekenissen, voordat die in het woordenboek worden opgenomen, die moeten al een tijdje in gebruik zijn. Dat is het principe. We gaan dus niet de waan van de dag meteen in die papieren Van Dalen zetten. Het is ook genoemd, dacht ik, in het filmpje, het verschijnsel dateert van het begin van de jaren 80, begin jaren 90. Als je dan merkt dat in 1999 die betekenis nog altijd wordt gebruikt, ja. Wie is dan, je moet het ook anders bekijken, wie is Van Dalen dan, en met name een hoofdredacteur of een redacteur van Van Dalen, om een bepaald woord te schrappen of niet op te nemen in een woordenboek? En wie bepaalt dan dat het woord wel opgenomen wordt? Wel, mevrouw, ik wil u dat gerust zeggen. Wij proberen op een zo objectief mogelijke manier woorden op te nemen. En dat betekent, een woord komt in het woordenboek als het gedurende een bepaalde tijd, minimaal 3-4 jaar, herhaaldelijk in teksten of in de gesproken taal wordt aangetroffen. Dus Prins dat Albert. Woord... Dat, wat zeg je? Prins Albert. Ja, maar die heeft geen bijbetekenis. Ja, nee, maar... Dat is ook een piercing ergens, heb ik mij laten vertellen. Oh, dat moeten we dringend Ruud, opnemen. Ik dacht dat u taalkundige was. Ja. Ik wat is dat? Is dat door van voor of van achter erdoor? Dan moet dat Marina vragen. Ja. Dat is dus ook mijn verhaal. Ik zeg, kijk, je neemt woorden op omdat ze worden gebruikt. Ja. En het komt ook, vind ik, niet aan een Van Dalen, aan een redactie van een woordenboek toe, om zelf, eigenhandig, in naam van de hele taalgemeenschap, een soort te zeggen van, dit mag wel en dit mag niet. Okay. Dat is niet de taak van een woordenboek. Ook niet als er trauma's bij zijn? Want ik kan u verzekeren, 20 jaar uw naam verzwijgen, dat is niet niks. Ja, ik heb daar alle begrip voor. Dat is echt niet niks. Dat is, ik heb daar alle begrip voor, maar dat is niet de schuld van het woordenboek. Oké. Okay. Daar wil ik toch even nog op inpikken. Ja, nog wel snel. Omdat jongeren tegenwoordig blijkbaar die kennen die uitdrukking niet. Nee. Maar als het in het woordenboek staat... Zo blijft het wel in gebruik. Zo blijft het wel in gebruik. En zij gaan het tegenkomen en dan wordt er daar toch een link gelegd. Oké, goed. Maar als we dan aan het schrappen zijn, misschien zijn er nog wel woorden te vinden die bepaalde personen uit Van Dalen willen. Sven ging naar de boekenbeurs. Buy it, use it, break it,
Conservenproducent Hak wilde op een bepaald moment het woord potdicht uit de vandalen. Want ze hadden deksels ontwikkeld die makkelijk open gingen. Misschien vinden we hier ook nog nieuwe ideeën om woorden te schrappen om de dikke vandalen wat dunner te maken. Welk woord mogen we van jou uit de vandalen schrappen? Het woord kids, Sven. Een kort woord, een handig woord, als je dan moet sms'en naar hun baby zitten en zo. En mensen gebruiken dan kids, dat is gemakkelijk, maar het is zo lelijk. Is er een woord dat van jou uit de vandalen mag verdwijnen? Ja. Ik ben niet echt opgezet met het woord makak. Dat wel eens denigrerend, beledigend. Ja, ik vind het een racistisch woord. Als het met mensen te maken heeft, dan moet het eruit, ja. Welk woord stoort u? Het woord multicultureel schrappen. Waarom? Waarom? Omdat zo'n mooi begrip, hè? Dat uitdrukt dat wij een verzameling van mensen van alle mogelijke soorten en kleuren zijn, ja. dat misbruikt wordt door mensen alleen, maar gebruikt wordt zelfs en misbruikt is door mensen die dat tegen zijn. Laten we dat dan gewoon schrappen. Het is een ouderwets woord, ik vind het een mooi woord, maar het mag er voor mij uit en dat is boogscheut. Boogscheut? Omdat, denk ik, niemand nog telt in boogscheuten. We schieten niet meer in het dagelijks leven. We schieten niet meer, maar toch niet met de boog. Het woord diplexen staat ook in het woordenboek. Zou je zo ver durven gaan om het weg te doen? Ja, ik vind eigenlijk dat geen enkel woord zou mogen geschrapt worden in de vandalen. Maar dit is zo verwerpelijk dat het toch uitkomt. Toch een uitzondering? Ja, doe maar. Een uitzondering. Zou je dat durven in zo'n heilig boek? Ja. Ja? Echt? Ja. Ja, Ruud Hendricks, taal evolueert natuurlijk. Je hebt er vorig jaar friet-Chinees aan toegevoegd. Ja. Dan is het misschien wel logisch dat je, als je merkt dat iets in de maatschappij niet meer zo goed ligt, dat je dat ook toch gaat schrappen als iets in onbruik raakt. Dat is ook zo. En dat doen we ook. Het valt me nu ook op. Ik weet niet waarom het woord in 1999 zonder label is opgenomen. Want daar gaat... Wel, er werd in het filmpje gesproken over makaak. En dat moet uit het woordenboek, staat erin, want dat hoort daar niet in thuis. Natuurlijk hoort dat daar wel in thuis, maar bij makaak staat wel degelijk in... beledigend, denigrerend. Dat hoort namelijk ook bij de beschrijving van het woord. En misschien, ik zeg wel misschien, maar we moeten dat dan eens uitzoeken, had dat label ook bij Marina moeten staan. Dat zou best kunnen. Dat mensen dat nu, op dit moment in de ontwikkeling, als een belediging ervaren. Terwijl het vroeger, ik herinner mij dat nog in mijn tijd, ik heb de Johnny's en de Marina's ook meegemaakt, was dat gewoon zoals Tatjana zei. Van, typering dat was eerder. Een typering, dat was een Marina, dat was een skater. Ik zie hier een uitgereikte hand. Zou dat al iets betekenen als erbij kwam beledigend? Ja. Maar... En dan zou ik nog verder gaan en dan stel ik mijn vraag hierbij op televisie. Mark Elgardus, schrap dat uit uw cursussen, want het is zeer beledigend. De man is nu niet hier om te reageren. Nee, maar... genoeg. Voor u, beledigend erbij en de kous is af? Ja, ik zie eigenlijk niet in waarom dat echt die omschrijving ordinair meisje, waarom dat die erbij moet staan. Ja, nee, ik vind dat... Je kan het ook positiever maken. Je zou het positief kunnen maken. Ja, maar... Zoals, een kleine suggestie nog? Marina in het Italiaans betekent haven, is een plek waar mensen zich, waar mensen thuis komen. Enfin, haven is voor schepen, maar even goed. Drink er nog iets bij in de bar en kom tot een consensus. Dat staat ook in het woordenboek. Consensus staat er mooi zeker woord, trouwens. Ja. Wat denkt u? Moet Marina uit vandalen? We horen het ook graag van u. 1.be/volt op onze website of op Twitter #VoltTV. Ruud Hendricks, Marina Abts en Mina van Elewijk. Hartelijk dank.